Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik bouw vandaag een RetroPie spelcomputer. Waarschijnlijk heb je daar wel eens van gehoord, het is niks nieuws, maar het stond wel al erg lang op mijn verlanglijstje. Met behulp van een Raspberry Pi. Ik heb hier de Raspberry Pi versie 3, die ik al heel erg lang heb liggen. Met zo'n Raspberry Pi kun je eenvoudig een retro spelcomputer maken met behulp van de RetroPie software. En daarvoor heb ik een paar onderdelen gekocht om het een beetje een leuk uiterlijk te geven. Namelijk deze NesPi case. Dat is een behuizing. Ik zal hem zo meteen uit de doos halen. En die behuizing die lijkt heel erg op een klassieke NES spelcomputer van Nintendo natuurlijk. En een Raspberry Pi natuurlijk. En ik heb twee van deze USB controllertjes gekocht voor het retro Nintendo gevoel. Nou, verder zal het niet veel meer zijn als de boel in elkaar schroeven en de juiste software downloaden en installeren op de Raspberry Pi. En dan zullen we toch wel over een paar uur een retro spelcomputer moeten hebben. Nou, gaan we aan de slag! Ik zal even laten zien waar ik alle spullen heb gekocht, want daar krijg ik al wat vragen over. De Raspberry Pi, die kocht ik al in 2015 denk ik, 2016 misschien. En toen was het nog gewoon de model 3, model B. En inmiddels is er de B Plus van de Raspberry Pi 3. Maar ik kocht dus een gewone B. Maar dat maakt niet uit, denk ik. Dus die kocht ik bij Kiwi Electronics. Kost een euro 40. Tegenwoordig koop je ze ook bij Coolblue en dat soort winkels. Dan hebben we hier de Raspberry Pi case. En die kocht ik bij Banggood. En dat is dus een mini RetroFlag NES Pi. Dus die is geïnspireerd op de NES. NES-style case. Nou, prima. Voor de Raspberry Pi 3B Plus. Oh. En tenslotte kocht ik deze controllertjes. Voor USB-controllertjes. Om aan te sluiten op die Raspberry Pi. Je kan ze ook aansluiten op de computer zo te zien met USB. En toen ik ze ontving, toen was ik wel verrast over de kwaliteit eigenlijk. Want ja, die knopjes die voelen behoorlijk goed aan. Ik had verwacht dat het wat zachter en slechter aan zou voelen, maar ja, als je in je handen hebt, dan lijkt het warempel wel een beetje kwaliteit. Om de installatie te starten gaan we naar retropie.org.uk. Dat zijn de makers van deze software. En we gaan eerst maar eens de software downloaden. Hier naar download. En dan kan je kiezen voor een complete installatie. Dat doe ik, dat is deze. Dat betekent dus dat je begint met een lege SD-kaart en die, die wordt geformateerd voor je automatisch. En er wordt dit image opgeschreven en dan heb je dus gewoon RetroPie in je Raspberry. Als je RetroPie wil installeren op een bestaande versie van bijvoorbeeld Raspbian, je hebt bijvoorbeeld Raspbian al geïnstalleerd voor je, op je Raspberry Pi, omdat je die Raspberry Pi ook voor andere dingen wil gebruiken nog, ja, dan zul je het handmatig moeten installeren en daar hebben ze ook instructies voor. Je zou het zelfs ook kunnen installeren op een Linux PC. Hier hebben ze ook instructies voor. Maar ik ga gewoon voor een lege SD-kaart en ik ga hem helemaal inrichten als RetroPie spelcomputer. Dus ik download deze versie. Nou, daarna volg ik gewoon de installatieguide. Dat is deze, First Installation. En daar vertellen ze dat je dus die software moet downloaden en moet uitpakken. En dan moet je een SD-kaart gaan schrijven. Minimaal 4 gig geloof ik. En die van mij is 32 gig. Dus dat gaat wel lukken. En dan nou, uitpakken dus. Dan moet je dat image gaan schrijven. En daarvoor gebruik je op Windows een tool. En die heet Win32 Disk Imager. Op Apple Macintosh gebruik je Apple Pi Baker. En op Linux gebruik je DD of Etcher. Nou, Etcher heb ik niet. Dus dat ga ik ook even downloaden. Dat heb je hier dus, download voor Linux 64, prima. En dan gaan we eens kijken of we dat image kunnen branden. Hier heb ik mijn image en hier heb ik Etcher. Dus we gaan Etcher opstarten. Nou, het is een heel simpel programmaatje. Hier, select image. Nou, deze inderdaad, mijn RetroPie image wat hier staat. Storage device, hij heeft al gezien dat ik een SD-kaart erin heb geprikt. En dan doen we gewoon flash. Wachtwoord voor administratorrechten. En dan gaat hij beginnen. Oké,
daar is de buizing. Dat ziet er erg mooi uit. Breakoutbordjes voor het netwerk en voor de USB. Hier de voedingsconnector. Dus als het goed is, moet mijn paai hier gewoon in kunnen. Kijk hoor. Ik zie hier de SD-kaart slot. Dus daar zou wel het SD-kaartje moeten aan die kant. Netwerk en die USB-aansluiting, dat spreekt wel voor zich. En deze connector, die moet ergens hier op die headers. En dat staat gelukkig in de handleiding beschreven. Dus die moet denk ik hier komen. Alles klikt op zijn plaats. De schroefgaai zit er niet helemaal op de goede plek. Ik denk dat dit connectortje hier nog een beetje scheef zit. Kijk, dat is hem. Heel mooi. Oh, pas op. Ik heb deze op de verkeerde plaats gedrukt. Hij moet daar komen. Er zit hier in de buizing nog een montagepunt voor een ventilator. Een heel kleintje, 3 centimeter. Maar die kan je hier inbouwen. En dan heb je wat extra ventilatie voor je Raspberry Pi. Dat is misschien wel een goed idee. Maar ik probeer het eerst eventjes zonder. Hier onderin zit een vakje en daarin kan je SD-kaartjes opslaan. Micro SD storage staat erbij. Grappig hè? Nou, hier hebben we dus een powerknop om aan te schakelen. Een resetknop. Achter het klepje heb ik hier netwerk en 2 USB-aansluitingen. En hier 2 USB-aansluitingen, die zijn natuurlijk voor de controllers. Hier aan de zijkant mijn SD-kaartje. En hier achterop de HDMI-aansluiting. Hier nog een aparte voor het geluid. En hier een micro USB voor de voeding. We gaan hem aansluiten en kijken wat er gebeurt. Bij de eerste keer opstarten kom je in dit scherm terecht. En dan moet je dus even de gamepad configureren. Dus er staat druk 1 toets om hem te configureren. Die moet je dan vasthouden. USB gamepad, kijk daar is die. En nu moet je dus even alle knoppen af. Dus de D-pad up, down, left, right, start, select, A en B. En X heb ik niet, dus dan druk je gewoon een andere knop in, bijvoorbeeld die pijltje naar beneden. En die hou je lang ingedrukt en dan gaat die door naar de volgende. Aan het eind hotkey enable druk ik op select. Zo, en dan kunnen we naar OK. En dan druk ik gewoon op A. Toen ik de wifi wilde configureren, het draadloze netwerk, toen klaagde die erover dat wifi niet ingeschakeld kon worden omdat de landcode niet was ingesteld. Maar gelukkig wees RetroPie me naar het juiste menu en dan kon ik zien waar ik die landcode moest instellen. Het was heel eenvoudig. En toen het helemaal was ingesteld, toen kon ik mijn wachtwoord intoetsen voor de wifi. En nu zit dus de RetroPie op het netwerk. De volgende stap is nu om spellen te gaan uploaden van de computer naar de Raspberry Pi. Standaard worden er namelijk geen spellen meegeleverd. Die spellen, daar rusten vaak copyrights op, ook al zijn spellen van 20 jaar oud. Daar zitten copyrights op. Dus RetroPie die wil die spellen niet distribueren. Dat is namelijk niet helemaal legaal.
Je zult dus zelf op zoek moeten gaan naar andere bronnen die dus wel die ROMs aanbieden. En dan kunnen die zich zorgen maken over de copyright. En dan heeft de website van RetroPie daar geen last van. En doen die in ieder geval niks illegaals. Dan gaan we nu op zoek naar spelletjes. ROMs dus. Nou, een hele populaire bron voor ROMs te downloaden is Emu Paradise. Dan ga je hier naar ROMs. En dan kies je het systeem waarvoor je een ROM wil downloaden. Bijvoorbeeld hier de Atari 2600. Of de Nintendo Wii. Nou, ik kies even voor de Atari deze. En dan heb je een hele lijst met spelletjes. En dan kan je even kijken hoe het spelletje eruit ziet. En je kan hem ook downloaden. Moet ik altijd even zoeken naar de downloadlink. Hier, download Galaga. Nou, zo kan je dus heel veel spelletjes vinden voor verschillende systemen. Maar het is wel een hoop werk. En ik ben dus op zoek gegaan naar een game pack. Een collectie van games die je kant-en-klaar kan downloaden. Dat leek me handiger. En toen ben ik hier gekomen bij Nico Blog. NicoBlog.org. Dan heb je games, PC games en hier packs. Daar gaan we heen. Dan heb je hier game packs voor de Nintendo 64, Sega Genesis, Atari's, Apple, Amstrad, van alles. En hier nog meer ROM packs voor de NES en de SNES en de Game Boy. En die kan je dus downloaden. Dus hier Nintendo 64 heb ik gedownload. Het wordt hier gehost op een soort mega interface. Nou, geen idee wat het is. En dan kies je hier gewoon voor download. En dan gaat dit voor je downloaden. En dan heb je heel snel een hele grote collectie met spelletjes. Dan moeten we nu die spelletjes, die ROMs, gaan downloaden naar onze RetroPie. Dus ik heb op mijn desktop heb ik ROMs gekopieerd. Atari 2600. Hier 575 games. De NES 655 games. Dus ik kan wel de hele winter doorgamen als ik dat wil. En die gaan we nu kopiëren over het netwerk naar de Pi. Als je op Windows werkt, dan ga je naar //RetroPie. /, en dan geef je enter. En dan kom je eigenlijk hier terecht. BIOS, config, print, ROMs en splash screen. Nou, bij Linux gaat het iets anders. Daar hebben we smb://RetroPie/. En dan kom je ook hier terecht. Dan gaan we naar ROMs. En daar vind je weer al die folders voor alle verschillende soorten emulaties die we kunnen uitvoeren. En hier bijvoorbeeld de 2600, Atari 2600. Daar heb ik dus gewoon al die games hier gekopieerd en hier geplakt. En nu staan al die games, die staan nu allemaal op de Pi. Nou, datzelfde heb ik natuurlijk gedaan voor de SNES hier bijvoorbeeld. SNES. Even wachten op de refresh. Daar staan ze, 778 games. Dus genoeg spellen en we gaan nu de RetroPie opnieuw aansluiten op de monitor, even rebooten en kijken of we een spelletje kunnen spelen. En nu ziet het er iets anders uit. Als ik nu naar Super Nintendo ga, dan staat er 777 games available. Kijk, dat is tenminste wat. Een hele lijst met spellen. Even kijken bij Atari. Ook een hele lijst. De lijsten zijn nu zo groot dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet kiezen. Dus misschien kan je beter op zoek naar wat de goede spellen zijn voor deze platforms en die alleen installeren. Maar goed, dat is natuurlijk een kwestie van uitproberen. Zo'n lijst ziet er wel een beetje saai uit zo, alleen maar met wat titels. We kunnen het ook zo maken dat we ook in beeld wat screenshots hebben, of in ieder geval hoe de kaf eruit zag van een spelletje. En dat zal ik zo meteen laten zien, dan wordt het een stuk aantrekkelijker. Maar voor nu gaan we een spelletje proberen. Als je wat van die oude spelletjes probeert, dan zie je dat het soms toch wel erg gedateerd is. Zoals dit voor de Sega Genesis. Dit is Outrun. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het er beter uitzag op de Commodore 64. En misschien is het wel geen goede keus. Maar ja, soms zijn die spelletjes gewoon een beetje te oud en ben je er snel op uitgekeken. Dus voor een racespel moeten we misschien naar een iets ander platform. Dus dit is Formule 1 World Champion Edition voor de Super Nintendo.
Dus dit ziet er al een stuk beter uit. En er zijn waarschijnlijk voor de Genesis ook wel betere race-spellen als Outrun te vinden hoor. Maar ik wilde wat opties laten zien. Deze is wel een beetje erg makkelijk. Het is echt... Je wordt heel erg geholpen. Ik ga nou vol gas een bocht in. Ik hoef wel niet te remmen. Dat kan natuurlijk niet. Dus het kan ook iets realistischer. Met een wat modernere race simulator. Bijvoorbeeld voor de PlayStation 1. Dit is bijvoorbeeld Gran Turismo van de PlayStation 1. De eerste bocht en ik lig wel uit. Ja, met vibration feedback. Die mooie plaatjes in het menu. Die worden opgehaald door een zogenaamde scraper. Dus wat we nu moeten doen is eerst een scraper installeren. En als je kijkt in het menu van de RetroPie, dan vind je wel een scraper. En dan gebruiken ze This Games DB als scraper. Maar die werkt niet meer. Daar moet je tegenwoordig op inloggen met een account. Dat is lastig. Dus gaan we handmatig een andere scraper installeren. En dat gaat als volgt. Je sluit even een toetsenbord aan op de Raspberry Pi en dan drukken we op het toetsenbord op F4. En dan komen we in de shell terecht. En daar typen we in sudo .slash RetroPi met hoofdletters R en P min setup slash en dan RetroPi _ setup.sh. Ik heb het commando hieronder in de description staan. Dan kan je het even nakijken nog. Enter en dan komen we in het setup menu terecht. In het menu kies je voor Manage Packages, de derde keuze. En daar kies je voor Manage Optional Packages. En dan ga je zoeken naar de scraper. Dan kan je beter onderaan beginnen, want hij staat of helemaal onderaan of bijna onderaan. En dan kies je Install from Source. Nou, dat gaat even duren. Maar uiteindelijk komen we in het volgende menu. Nu gaan we naar Configuration en Options. Tweede dus. En dan kies je voor Scrape All Systems. En dat gaat weer even duren. Nou, dat duurt behoorlijk lang. Maar daarna komt hij weer terug in het menu. En dan verlaten we het menu door naar Cancel te gaan en Back and Back. En uiteindelijk zijn we terug in de shell en daar typ je gewoon exit in, enter en dan ben je weer terug in de RetroPie. En als we dan gaan naar de gameslist, dan zie je al die mooie plaatjes staan. En dan heb je ook een beetje een idee van het spelletje wat je gaat spelen. Ik ben weer aan het oefenen met Gran Turismo en ik word heus wel beter hoor. Maar ik wil iets vertellen nog over controllers. Want in eerste instantie kocht ik deze controllertjes. Erg leuk voor het Nintendo retro gevoel. En het werkt goed op zich. En net zag je me ook spelen met deze controller. Dat is een Xbox controller. Van de originele Xbox. En die heeft standaard geen USB aansluiting. Maar deze aansluiting. En die past met een adapter. Die heb ik hier. Past die dan in de RetroPie, want die adapter heeft wel USB. Nou, die adapters kan je gewoon kopen op eBay. Die heb ik ooit een keertje gekocht om aan te sluiten op de computer. En wat ook een leuke optie is, dat is deze. Die kocht ik net bij Action. Dat is een controller voor, ze zeggen zelf, voor PlayStation 3 en voor Windows. En als je hem in de Raspberry Pi drukt, dan herkent hij hem als een Xbox 360 controller. Dus nou, een beetje raar, maar het werkt wel. Hij heeft alleen geen vibration feedback en dat heeft hij van de Xbox wel. Op de doos staat dat hij wel degelijk vibration feedback heeft,
Maar het werkt niet met de RetroPie blijkbaar. Nou, misschien wordt het nog verbeterd en werkt het in de toekomst wel. Maar nu nog even niet. Maar wel een leuke optie, want deze heeft namelijk alle knoppen. Twee D-pads en ook hier de shoulderknoppen en de triggers. Alles zit erop. Dus dat is ook wel een leuke, ja, is toch wel een leuke optie hoor. Tot zover de video over de RetroPie. Erg leuk, leuk dingetje, het ziet er ook mooi uit. Je hoeft natuurlijk niet zo'n kastje te kopen per se om zo'n spelcomputertje te maken. Want het kan ook gewoon met een losse Raspberry Pi. Of je kan het zo gek maken als je zelf wil. Want er zijn ook mensen die een hele arcade kast nabouwen met de multiplayer joysticken. En dan gebruiken ze ook de Raspberry Pi als hard. En dan RetroPie met de software om al die spelletjes te kunnen emuleren. Als in de toekomst de Raspberry Pi 4, 5, 6 uitkomt, dan wordt die misschien wel krachtig genoeg om ook de nieuwere generatie spelcomputers te kunnen emuleren. Zoals de Xbox en de Xbox 360 en de PlayStation 2 en 3 en 4. Maar voor nu is de PlayStation 1 ongeveer het maximale wat die kan emuleren. Maar dat is hartstikke leuk en die oude spelletjes zijn ook leuk om weer een keertje te proberen. Dus genoeg spelletjes om de winter door te komen. Voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.